Continu verbeteren is essentieel voor de inhoudelijke ontwikkeling van de generalistische basis GGZ. Daarom maakt Stichting KIBG voor dragers van het keurmerk Basis GGZ spiegelrapportages. Deze rapportages helpen bij het herkennen van best practices en het opsporen van verbeterpunten. We geven u graag een indruk door u mee te nemen in een aantal inzichten op overkoepelend niveau. We kijken naar data van 150 keurmerkdragers en bijna 60.000 cliënten die zij in 2015 in de Basis GGZ behandelden. Meer dan de helft van deze cliënten heeft in het jaar voorafgaand aan de Basis GGZ geen mentale zorg ontvangen. Ook niet bij de POH GGZ. Het andere deel zagen we vooraf wel al in de GGZ. Logischerwijs hebben cliënten binnen de prestatie chronisch vaker al GGZ-zorg ontvangen voorafgaand aan de Basis GGZ. En dat is vaker specialistische GGZ, oftewel SGGZ geweest, dan bij cliënten die behandeld zijn binnen de prestaties kort, middel of intensief. Cliënten behandeld binnen die prestaties zagen vooraf het vaakste POH-GGZ. Een jaar later, in 2016, lijken cliënten met chronische problematiek hun plek in de basis-GGZ te blijven vinden en behouden. Bij de andere prestaties blijft het beeld van de zorg vooraf gelijk. Als cliënten bij de basis-GGZ aankloppen, gaat het merendeel daar ook in behandeling. Bij 12% wordt in 2015 de prestatie onvolledig behandeltraject ingezet en dat is over de jaren stabiel. We zien de cliënten die toch niet in behandeling gaan vooral terug in de SGGZ. Er was zwaardere zorg nodig dan de verwijzer had ingeschat. Bijna de helft zien we nog niet terug in de GGZ. Verder met de bijna 60.000 cliënten waarbij wel een behandeling werd gestart binnen de basis GGZ. De meeste van hen werden behandeld binnen de prestatie intensief. De prestatie kort komt nog wat minder goed uit de verf. Het aandeel kort lijkt samen te hangen met de zwaarte van de cliëntenpopulatie en de POH-GGZ-bezetting in de regio. Zetten we de verdeling in 2014 ernaast, dan zien we ook hier het effect van inspanningen om mensen met chronische problematiek met lichtere zorg te behandelen. De GZ-psycholoog neemt het grootste stuk van de behandelingen binnen de basis-GGZ voor zijn of haar rekening. Maar die verdeling is anders bij de prestatie chronisch, waar aanbieders de zorg duidelijk meer multidisciplinair inrichten om aan te sluiten bij de problematiek. Hoe zit het met de zorg na de basis-GGZ? We zien dat ongeveer een derde van de cliënten na het afsluiten van de basis-GGZ-behandeling opnieuw in GGZ komt. Bij kort, middel en intensief is dit meestal SGGZ of een tweede behandeling in de basis-GGZ. Bij de prestatie chronisch blijft het grootste aandeel cliënten met vervolgzorg in de basis-GGZ. We hebben nu een totaalbeeld van de cliëntstromen van en naar de basis-GGZ. We zien dat dat beeld verschilt tussen aanbieders. Bijvoorbeeld, bij kleine aanbieders ontvangen cliënten relatief minder vaak GGZ voorafgaand aan de basis-GGZ en is er ook minder GGZ na afloop van de basis-GGZ-behandeling. In de spiegelrapportages geven we onze keurmerkdragers nog veel meer individuele en vergelijkende inzichten. Inzichten waaruit we geen harde conclusies kunnen of willen trekken, maar waarmee we het inhoudelijke gesprek mogelijk maken. Gesprekken waarmee we samenbouwen aan een steeds sterkere basis-GGZ.